Na de carnavalskerkdienst was iedereen welkom in de Mogaard waar de koffie al klaar stond. De klomp bracht de stemming erin en ondertussen werden de lijsten voor de mottoverkiezingen van het volgend jaar al uitgedeeld. Burgemeester Jansen overhandigde de sleutels van Moergestel, zodat het carnavalsfeest officieel was geopend. Maak deze nooit van de bierwaarders zijn. En ik feliciteer jou met deze overgang. Allah! Wie wil het dan? Onze burgemeester houden. Na een aantal grappen over en weer overhandigde prins Frans een kruikje met het bekende Moergestelse drankje. En natuurlijk kreeg burgemeester Jansen een onderscheiding. Boom! Onze prins is luitenant! En dan wil ik graag gelijk de andere prinsen uitnodigen op het podium. En Doortje en Teddy, wat gaat gebeuren? Heel gekke gebeurtenissen in de kerk. Je rende naar voren. Ja. En jij kwam er achteraan. Ja, ik stond daar. En hij liep er gewoon zitten. Echt waar, laten we hier nou al zitten. Burgemeester Hans Jansen, ambtenaar van een onburgerlijke staat in dat die stromenland. Ik heb de eer en de plicht op een glorie van vandaag, carnaval zaterdag, en de tiende dag van de Sportelmoorn, februari 20. Dat een onechte huwelijkssluiting ook niet altijd op rolletjes loopt, zagen we afgelopen zaterdag. Blijkbaar was de bruidegom erg zenuwachtig, want na 3 pogingen gaf hij pas het juiste ja-woord. Kunnen jullie even mee oefenen? Ja, dat wil ik niet. Ja, dat wil ik niet. En Doortje, jij gaat zeggen, nee, dat wil ik wel. Nee, dat wil ik wel. Oké, ik denk dat er, kunnen jullie even meedoen? Nee. Ze zijn allemaal geschikt voor zo'n huwelijk, hè? Goed. Ik ga de vraag stellen. Theo, ben je klaar voor? Wil jij Doortje als uw onechte echtgenote? Wat is jouw antwoord daarop? Nee, dat wil ik niet. Ja, dat wil ik niet. Wil jij Doortje als uw onechte echtgenote? Wat is jouw antwoord daarop? Ja, dat wil ik niet. Oké, Doortje. Wil jij Theo als uw onechte dienst? Nee, dat wil ik wel. Hey, dat is gelukt. Natuurlijk moest er getekend worden. Waarna, onder leiding van de kerstverse bruidegom, een dans werd uitgevoerd. Moeten wij soms die dans beschouwen als een vruchtbaarheidsdans? In ieder geval, de stemming zat er goed in. En carnaval 2018 was officieel van start gegaan.